Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze vlog. Mijn naam is Badr, ik zit op het HAVO. Ik woon in Almere. Mijn hobby is, ik hou van debatteren. Zoals je wel een beetje kunt zien, ik ben van Nederlands-Marokkaanse afkomst. En vaak met het debatteren hebben we het ook wel over maatschappelijke problemen. En zoals ik al zei, woon ik in Almere. Dat is eigenlijk wel een beetje de PVV-stad. En vaak vragen ook mensen dan aan mij hoe ik dat ervaar als... ja, Marokkaans zijnde. Ja, mijn ervaring erin is eigenlijk, ik leef hier een hele lange tijd en of ik er heel erg mee zit of zo, eigenlijk niet. Natuurlijk merk je wel dingen, dat je op straat loopt en dat je hallo of goeiedag tegen iemand zegt en dat hij dan gewoon niet reageert of naar de grond kijkt of naar de andere kant op kijkt. En, ja, dat soort dingen heb je wel natuurlijk. Niet altijd, niet vaker. Er zijn natuurlijk ook hartstikke veel leuke mensen. En de vraag is dan ook van, word ik boos op dat soort momenten? Nou, bijvoorbeeld als er een bus voor me bij rijdt terwijl ik mijn hand heb uitgestoken. Dan word ik natuurlijk in eerste instantie wel een beetje boos. Maar wat ik heb is dat ik dat in iets positiefs omzet. En dan denk ik van, weet je wat, over 5 jaar of over 10 jaar dan rijd ik in een dikke BMW. En dan heb ik nooit een bus nodig of zo. Verder, ja, Almere is een hartstikke leuke stad. Er zijn hartstikke leuke mensen hier. Ik ervaar het ook leuk. Tuurlijk zijn er wel af en toe wat probleempjes hier en daar. Maar dat zijn ook gewoon de kleine dingen die vaak onder een vergrootglas worden gezet. Ja, dat is eigenlijk wel Almere. Of het me belemmert of lastig valt. Eigenlijk niet. Ik leef gewoon mijn leven. En ik wil mijn dromen gaan waarmaken. En ik denk ook niet dat dat soort dingen mijn dromen dwars kunnen zitten. Zoals ik al zei, ik hou van debatteren. Ik wil rechten gaan studeren. Misschien ook wel later iets met politiek doen. Dat is waar ik me ook wel erg mee bezig hou. Politiek in de zin van, ja, ik zou wel dingen willen verbeteren. Want ja, ik woon in Almere. Ik weet de plus en de minpunten. En daar zou ik op politiek niveau dingen aan kunnen veranderen. En ik zit ook in een debatteam van mijn school. Daar ga ik zo meteen naartoe. Kijk maar mee, zou ik zeggen. Is niet meer vanzelfsprekend, of toch wel? Het OBC-debatteam. Gaat het debatteren, tenminste vier representanten van het OBC-debatteam gaan debatteren per stelling. Vrijheid van meningsuiting staat op de druk. En dit zijn de voorkant. David, Nathan en Keon en Badr zijn tegen. Wie mag het woord geven? Waarom staat de vrijheid van meningsuiting? Wij moeten zorgen dat vrijheid van meningsuiting wel degelijk prioriteit nummer 1 moet blijven. Is dat degelijk prioriteit? Alleen beledigen niet. In Nederland mag je de koning niet beledigen, het koningshuis niet beledigen. Waarom mag dat bij andere landen dan wel? Hier word je ervoor opgepakt en krijg je boete. Waarom in het buitenland dan niet? Waar is de grens tussen beledigen en vrijheid van meningsuiting? Ik denk dat er altijd een vaag gebied is tussen het begrip vrijheid van meningsuiting en het begrip beledigen. Satire is een vorm van haatzaaien. En haatzaaien is geen vrijheid van meningsuiting, is geen mening. Maar vrijheid van meningsuiting is dat wat jij van binnen voelt. En niet dat wat jij probeert door te brengen om intolerantie te bevorderen. Wat ik versta van de vrijheid van meningsuiting is de onderdrukte een stem te geven. En niet mensen te onderdrukken met je stem. En daarom zeg ik dat beledigen niet onder vrijheid van meningsuiting valt. Nou, ik zou dan voortaan bij elke satirische show, bij elke satirische week, wat maar een controleur gaan plaatsen. We moeten niet bang zijn om een mening te geven. Ik vind het jammer dat jij pas vrijheid van meningsuiting een waarde geeft als het pas satirisch is. Of als het andere staatshoofden beledigt. Want op het moment dat het aan andere volkeren, zoals in plaats van Turken of dan juist Joden, dan wordt er gelijk antisemitisch geroepen. Dat is meten met twee maten. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Maar niet pas als er een waarde wordt aangehecht als je een andere staatshoofd beledigt. Waarom kunnen we geen discussie met elkaar voeren zonder die man eens aan te klagen? Want volgens mij als Nederland is er een grote meerderheid die vindt, ondanks dat dit ze misschien niet eens zijn met wat Hans Steel heeft gezegd, dat Erdogan of een of andere leider in een ander land, of dat nou Turken zijn of Filipijnen, dat die zich daar niet mee mogen bemoeien. Nou, ik laatste, Badr, nu mag ik vind het hartstikke goed dat jij zegt dat mensen juist wel een discussie met elkaar moeten aangaan en een dialoog met elkaar moeten voeren.
maar dat gebeurt tegenwoordig niet meer. Mensen denken niet meer aan de normen en waarden van iemand anders geloof of cultuur en roepen het maar los. Roepen het maar los en kwetsen anderen. En dat is niet de vrijheid van meningsuiting waar ik voor sta. Dankjewel. Ja, en ik wil eigenlijk best wel mensen adviseren om altijd gewoon niks van andere mensen aan te trekken als ze wat negatief over je zijn of je keuren, niet om je kwaliteiten, maar om hoe je eruit ziet. Weet je wel, als iemand geen goede dag tegen jou zegt, terwijl jij het wel tegen hem zegt, dan je zou toch geen 100 euro van diegene krijgen als die het wel zei. Dus wat maakt het uit, weet je wel. En voor de mensen die studeren, veel succes. Doei.